Ja mensen, welkom bij een nieuwe review hier op de PTK. We staan vandaag in Recklinghausen op de Palmenkermis. Dat is niet hetzelfde als, dat bier. Wacht even, dan gaat hij hier zien. Dat is wel verdomme. Dus, wat is dit hier nou? Het is niet goed. Heb jij nou... Oh wacht even, dit is de mijne. Wat heb je net gezegd? Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe reportage. Nee, dus hallo allemaal en wel hartelijk welkom bij een nieuwe reportage in Recklinghausen, dus op de Palmkermis. Zoals je kan zien staan we bij de beroemde ingangspoort. 626 jaar is hier al kermis. Valt duidelijk te zien natuurlijk, hè? Terwijl de vrije val lekker valt. Ja, het is een mooie grote kermis, altijd vroeg in het jaar. Dat is best wel leuk. Ik heb dan nog wat leuks, dat laat ik jullie zo zien. Ja, weet je, ik laat jullie gewoon niet langer wachten. Het is een hartstikke mooie kermis, ik neem je mee. Er staan weer een aantal toppers en een... bijna primeur. Een attractie die een primeur was op de vorige kermis. En hier is de tweede kermis beleefd. En die gaan we natuurlijk ook even behandelen. Mensen, daar gaan we. Wondering how to make a play all night. Flipping your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy. So hard to ignore. Pull up on your right. Ask what you're drinking. Ask what you like. Such a look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? Asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Wat wel bijzonder is, ik heb namelijk op Instagram, de Instagram van de Palmkermis, moet je allemaal even volgen natuurlijk, want dan kan je dus meedoen aan winacties ook onder andere, en het is niet te geloven, maar, ja, ik heb hem gewonnen. Je moet die spelregels beter naleven. Want? Ja, er stond in de spelregels, degene die je getagd had, ja, die moet jij de helft geven. Dat stond er niet in, maar dat verzin jij maar. Dat komt omdat ik jou erin getagd had. Ja, dus ik vind het niet zo goed. Even de organisatie van de Palmenkermis. Stuur mij ook even zo'n bonnetje op volgend jaar. Want hij had mij getagd en ik ben natuurlijk de grote ster. Dat mag je natuurlijk Patrick Ster. Tuurlijk. SpongeBob. Ja. Nee, maar goed, dat is dus best wel grappig. En dat komt wel goed hoor, ik deel het heus wel met hem. Hij stelt zich alleen maar aan. Maar dat is dus wel grappig, want kijk, dan moet je even kijken. Hij waait bijna weg. Kijk, dat zijn dus allemaal kortingsbonnetjes. En dus dan kan je dan bijvoorbeeld een gratis ritje in een attractie naar keuze. Een braadworst, een loopdingetje. Er zit ook nog voor een drankje in. Nou goed, daar kan je dus, daar ga ik ook zeker gebruik van maken. Dat is natuurlijk prachtig. Ja, uitgerekend ik die het wint. Fantastisch. If it couldn't break your heart, is it really love? Voor deze attractie special staan we voor de Excalibur, zoals dat uitgesproken wordt. Ja, nee, maar dat zegt hij. Dat zegt hij bij de jingle. Ja, dat is echt zo. Niet overdreven, hè? Als Duitsers Engels praten, krijg je hele rare uitspraken. Ja. Dus gewoon de Excalibur van Brug. Ja, klopt. Dus dezelfde eigenaar als de Fighter, toch? Was, man, die hebben ze verkocht. Oh, echt? Ja. Waar is hij naartoe? Fijn dat jij de podcast luistert. Luister allemaal de podcast van de Patrick Garage, dat wil weten. Waar naartoe is hij verkocht?
Ja, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Oh. Wel in Duitsland of buitenland? Ja, nee, Duitsland. Ja, ja, ja. Oké, oké. Goed. Die brug is het dus. Een KMG XXL, nieuwe type. Ja, ja, zeker. Wat was nu de vraag? Niks, ik denk jij ga verder erbij brengen. Maar laten we eerst eens even beginnen over het uiterlijk. Want dit ding heeft natuurlijk wel een mooie kleurstelling in het juk. Ja, het Bordeaux-rood is... Bordeaux-rood met goud is mooi. Alleen het grijs, of, ja, het is grijs toch? Ja, het is grijs. Het steekt heel raar af. Dat klopt, daar ben ik het mee eens. Jij? Ja, daar ben ik het ook mee eens. Ik vind eigenlijk meer dingen niet zo fraai. Ik vind die achterwand wat KMG bedacht heeft. Hartstikke leuk dat ze het bedacht hebben. Maar de pixels zijn te groot. Ze staan te ver uit elkaar, waardoor je de projectering niet goed ziet. En daar was ik al een beetje bang voor toen wij het hadden in de podcast over de breedtes van Mondorf. Ja. En dat zie je nou in praktijk komen. Ik vind de paintings erg Photoshop lijken. Ja, nee, dat klopt. Ja. De naamborden met het dubbel effect. S'avonds leuk, overdag erg verwarrend. Ja, misschien doordat het ook zo gefotoshopt is. Ja, maar ik heb het over de verlichting, hè, zeg maar. De verlichting en dan de painting daarbij. Ja, 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 ja. Dat is erg... Dat verwarrend in de overdag, ja. Ja, in de combinatie. Dus ik vind... Ik vind het een tik. Nou, ik denk dat je het goed kan omschrijven dat het gewoon een tikkie te modern is. Het is een tikkie net niet eigenlijk. Want inderdaad, zoals je zegt, de paintings zijn te gefotoshopt. Daar ben jij het ook mee eens, hadden we al gezegd. Ja, en die achterwand wil ik toch nog even over hebben. Want inderdaad, die verlichting is niet vind ik inderdaad niet goed. Door de punten die genoemd zijn. Maar hij is ook niet mooi afgesneden. Hij is gewoon vierkant. Ja, ja, klopt inderdaad. Ik zei een tijd geleden al van, ja, die achterwand is niet mooi. Die is veel te vierkant. Nee, zei jullie allemaal, dat wordt beter. Die komt nog omhoog, net als Infinity. Maar ja, is niet. En we zitten nou gewoon tegen een vierkant vlak aan te kijken. En de verlichting, ja, die staan nou ook al ik weet niet hoe lang, alleen maar op wit strook. Dus ja, wat heb je hier aan? Die paintings vallen ook volledig weg met de verlichting. Ja, ik vind die mooi. Het is het eigenlijk gewoon net niet. Wat niet net niet is, is het groen, hoe heet dat? Plantage, zeg maar, in de hekken. Dat is mooi, hè? Ja, vind ik wel mooi, ja. Ja. En ook de, hiervoor met al dat zaagsel en de houten wagenwielen en zo, dat is wel leuk voor het thema. Ja, die staat niet met afbreken, staan zich godverdomme om ze allemaal houtsnippers op te wegen. Ja. Ja, dat is niet zo best. En we zijn er natuurlijk ook net in geweest en het was een lekker ritje. Alleen een beetje te kort. Ja, dat is een hele goede professionele omschrijving. Ik als schommelspecialist had dat niet beter kunnen omschrijven. Dus, nee, ja, het is voor ons. Kijk, wij zijn natuurlijk heel veel gewend. Er zijn niet heel veel XXL meer die echt heel goed draaien. Er zijn er maar heel weinig eigenlijk tegenwoordig. Helaas, het wordt steeds minder allemaal. Je betaalt er meer voor en je krijgt er minder voor terug. Dus voor ons niet zo best. Maar de periode dat die naar boven gaat... Dames, dan draait hij wel krachtig. Ja, zeker. Hij gaat dan inderdaad twee keer naar boven. En als hij dat doet, is het krachtig. Het kruis draait op een lekkere snelheid. En hij trekt hem lekker hoog door. Dat voel je echt. Ook inderdaad, doordat hij wat langer is, is die wind natuurlijk erg krachtig. Ja, dat is heerlijk. Maar ja, een beetje te kort. Al met al, een... ja, wauw. Net niet... Take you wherever you wanna go. Let's blow this town, break the speed.
voor deze attractiespecial. Ja, het kan natuurlijk niet anders. Hè. Als walkthrough specialist moeten we dit ook even behandelen. Een van de nieuwste funhouses van Duitsland. Mike's Pitstop van Corneliussen, als ik goed uitspreek. Het is een funhouse gebouwd bij dezelfde bouwer als Hero City. Of de, hoe heet dat ding ook alweer, Après Ski Party in Nederland. Gossetto, van buitenaf is het een heel mooi funhouse. Staat mooi in de led. Mooie naamborden ook vooral, valt me op. Met dat neon erin verwerkt. Ziet er goed uit. En een hele mooie voorbouw. Maar daar komen we zo nog even op. Ja, dan ben ik er natuurlijk in geweest. En eigenlijk wat je hier kan verwachten is dat het een soort Après Ski Party 2 is. Niet qua layout, maar wel qua elementen. Heel veel dingen die je daarin zag, die zie je ook in dit funhouse. Zoals de Tetris-blokjes, of dat vloertje wat oplicht. Of die gekke ronde dingetjes waar je overheen hangt in dat touw. Ja, die kan je dus heel veel vergelijken. Ook de dubbele glijbaan natuurlijk is hier ook hetzelfde. En dat maakt het geen slecht funhouse. Absoluut niet. Het is gewoon een goed funhouse. Maar het maakt er wel hetzelfde, dus het is niet heel vernieuwend. Wat wel vernieuwend was die LED-strips daarachterin, of die LED-dingetjes waar je doorheen moet lopen, dat is erg leuk. En, zoals gezegd, ja, de voorbouw. Want de voorbouw is heel erg leuk. Als er water in zit, is het nog beter. Dat hoort erin te zitten, maar zit er nu niet in, waarschijnlijk vanwege de kou. Maar die is ook echt goed in thema, weet je wel. Er zitten banden in, olietonnen, al dat soort dingen. Dus ja, daar zitten juist weer elementen in die verrassend zijn. En vooral die wankelbrug die erin zit. Ja, daar zie je nu een clipje van voorbij komen. Ja, die is echt absurd, jongen. Die wakkelt me daar heen en weer. Ja, dat is een heel leuk element. Ja, en voor de rest gewoon een goed funhouse. Maar ja, wat ik zeg, niet heel vernieuwend voor de kermisfan. Daar zitten we dan in de, hoe heet het, Willy Derburg. Ja, het is niet te geloven. Zo noemen ze die van mij ook wel eens. Ja. Wij maken optimaal gebruik van de boemenbars. Oh ja. Ja, van de gratis ritjes die ik heb gekregen. Oh. Hou vast. Ja, oh. Kijk. En jullie onride of zelf? Je ziet. Oh nee. Kijk eens, dan gaan we nu op en neer, hè? Kijk, op en neer. Op en neer. Dat doet mij herinneren aan mijn jeugdtijd. Ja. Die tijd ligt al ver achter mij. En dan gaan we dan voor de eerste afdaling. Hoi. Tot zover, jullie derde. Dat wordt aan alle kanten gefilmd, zien jullie wel. Ja, dit is nou de meest spectaculaire on-ride experience die wij gehad hebben, denk ik. Ja, hier zitten de kijkers op te wachten. Ja hoor. Dit is spullen, jongen, deze content. Ja, dit is geweldig. Wij gaan straks weer heel de kermiswereld rond. Heel de kermiswereld gaan we inderdaad rond. Ja hoor, kijk eens. Wel een prachtige kermis zo, met een mooi uitzicht zo. Op deze grote hoogtes. Ja. Ja, en kijk, ja, en dan gaan we. Op. En hier. En op. En hier. Ja. Oh. En gaan we nog een keer. Dan gaan we hoor. Ja. Het is niet te geloven, mensen. En dan gaan we dan. We gaan weer de lift op. Gewoon drie rondes, hè? Drie rondes, ja. Hij mag wat kwaliteit in mensen. Ja. En in principe kost hij maar 3,50. Maar dan drie keer gaan, dat is redelijk prima. Ja, dat is iets meer dan 50 cent per. Iets meer dan een euro per ronde. Ja, maar in Nederland gaan ze meestal twee keer, toch? Dat zou best kunnen. Weet ik niet. Ja, weet ik niet zeker. Maar goed, maar dit is natuurlijk ook een schitterend ding, hè? Schitterend, mooi. Absoluut. Ja hoor. We hadden vroeger natuurlijk Bugs & Bees in Nederland, maar ja. Die zijn helaas weg. Dus wij hebben niet zo hele mooie gedecoreerde meer als dit. Ja, gaan we weer. Gaan we weer. Hatsa!
Nou. Mensen, dit, ja, dat was hem. Oh ja. We zijn weer veilig geland. Het zit wel een beetje krap. Maar voor de rest is het een, ja, dit is een belevenis. Leuk ding. Uiteraard mag eten niet ontbreken. En ja, we hebben hier natuurlijk typisch Duits currywurst met pommes. Nou, ik heb een braadworst. Een kaasbraadworst. Oké, dat is interessant. Ja, ik denk ik neem dat eens een keer. Ik zag het samen, ik denk ik speel wat anders. En? Het is lekker. Ja, heb je al de braadworst ook? Ja, zeker. Kees, jij had er ook kees in. Ook, lekker. Heel kaas erin. Kijk. Mm-hmm. Kaas eruit, kruid. Ja. Kijk, er komt de rest van het zootje aan. Het zootje ongeregeld. Die hebben wel curryworst, in ieder geval Dustin wel. En heel voorzichtig aangewaggeld komt Patrick. En wat heb jij? I promise myself. Curryworst. Curryworst, oh heerlijk, heerlijk. Ja, ik zou zeggen laat het smaken. Ik heb net al een hapje genomen. Ja, heerlijk mensen. Nou mensen, ja, we zitten natuurlijk te eten en het valt mij op dat de currysaus iets anders is dan bij andere mensen. Hij is iets dun. Maar, ja nee, ja, je kan lachen, maar het is echt waar. Hij is wat zoeter, hij is wat minder pittig. Maar dat maakt hem wel lekker, dat maakt hem wel verfrissend. En de patat is ook erg goed mensen. Het is friet.
zullen we zo gaan vieren. Dankjewel. Mensen, voor deze attractie special staan we voor de Voodoo Jumper van Schaefer. Ik heb hem eigenlijk heel lang uitgesteld. Ik wilde het bewaren tot een speciaal moment dat ik deze ging behandelen. En toen zagen wij, toen we weer aankwamen, Kevin Gra achter de knoppen zitten. De oude operator van de Voodoo Jumper. Doet dat tegenwoordig alleen nog maar hobbymatig. Vorig jaar zat hij hier in Recklinghausen ook, dacht ik. Maar vroeger was hij vast operator. Ja, en toen dachten wij van, nou, dit kan wel eens het moment worden. Ja, jullie zeggen altijd Voodoo Jumper, fantastische jumper. Nou, vind ik ook. Ik heb hem één keer in volle ornaat in Dinslaken gezien, volgens mij, met Kevin achter de knoppen. En voor de rest heb ik altijd een beetje pech gehad met die Voodoo Jumper. Maar nu niet. Ja. Dit is echt geweldig, mensen. Sowieso is het een prachtige zaak. Mooi gespoten, schitterend thema. Mooie naamborden. Racistisch, heerlijk. Nou, dat was niet normaal, mensen. In Dortmund was dat, geloof ik. Werd hij, omdat hij racistisch schijnt te zijn, was hij helemaal bekalkt. Ja, verschrikkelijk. Ja, die moeten ze godverdomme opsluiten. Ja. Levenslang. Maar goed, prachtige zaak. En daarna de verlichting. En dan komen we eigenlijk ook al bij de shows. Dat alles DMX geschakeld staat. Maar ook echt alles. Behalve de nanoletjes dan in het naambord. Dat is geweldig. Ja, ik ben een showman. Ik kan erg genieten van hele goede shows. Nou, dat heb ik gedaan. Jij hebt een on-off-ride gemaakt. Ik heb een on-off-ride gemaakt. Wij hebben met een big smile achter de camera gestaan, omdat we dit geweldig vinden. Ik zeg wel eens in mijn eigen video's, ik weet niet of ik zo ver mag gaan bij jou in video's, maar ik doe het toch gewoon. Ik krijg er een kermisstijven van. Ah, heerlijk, mensen. Ik krijg er gewoon een keiharde paal van. Van een hele keigoede show. Dat zie je toch in Nederland niet? Ja, kijk, rookmachine is goed. Het gebruik daarvan is goed. Juist. Woe! Ja, dat was heel aantrekkelijk. Ja. Ja. Nee, het rookgebruik is goed. Het feit dat de blackout wordt goed gebruikt op je juiste plekken in de muziek. Er wordt zoveel gedaan op de muziek. Lekkere technomuziek met opbouw erin. En ja, dan het feit dat, wat ik al zei, alles staat in elkaar geschakeld. Dat er dus geflikkerd kan worden in elke kleur mogelijk. En dat hij in één vaste kleur kan staan. Dat doet hij met een soort pianootje achter. Dat zijn allemaal knopjes. Als je die ingedrukt houdt, dan start het effect. En als je hem loslaat, dan stopt hij. Kan je natuurlijk perfect op de muziek doen. En dat doet hij. Dit is kunst. Als jij zo op de muziek alles kan bedienen, want je hebt het nou over licht. Maar dat doet hij met de rookmachine en met de vlamwerper ook nog eens een keertje. En dan ook nog eens een keer de rit. Ja. Dus hij doet en de show op de maat, op de muziek, maar ook nog eens de rit. Ja, als je dat kan, mensen, dan ben je een echte topoperator. Deze man heeft zo'n controle over deze zaak. Daar moet je gewoon bewondering voor hebben. En daar moeten echt heel veel mensen naar kijken. Kijk, hij gaat nu weer een show opbouwen. Ja. Je merkt al aan de muziekkeuze die hij maakt, dat hij zich ingeleefd heeft in wat wil ik en hoe wil ik het brengen. En zo gaat hij het brengen en magnifiek. Juist, en hij heeft ook nog eens laser, staat er nog achterop. Moving heads heeft hij. En dan ook nog die bouwlampen, of wat zijn het, hoe heet dat? Bouwlampen? Ja, die zitten daar. Oh, ja. Ouderwetse, gewoon, ja, 300 watt lampen, ja. Denk ik, gok ik. Of 500. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Zoals ik in jouw video ook al zei, het is eigenlijk stiekem wel mijn voorbeeld. Want dit, hier kan niemand aan tippen. Nee. Nee, er zijn er sommigen die in de buurt komen die erg mee kunnen, maar niet zo op dit niveau. En de rit is ook steengoed. Nou, dat ga ik zo meteen ondervinden. Kijk, ik heb altijd gezegd, beste jumper qua rit is Skysurf in Frankrijk. Maar qua compleet, jongen, ik ben om. Ja, ik ben echt om. Hij gaat jouw show jatten nu, hè? Hij gaat mijn show jatten. Hij gaat jouw show jatten. We gaan gauw weg, want het regent. Ja, ik wil nog één ding zeggen. De finale van de rit vind ik heel goed. Dat hij hem laat zakken en dan de gondelrem nog een keer loslaat. Jij vindt dat wat minder? Ja, ik vind dat niks. Nee, ik zeg naar boven, molen stilzetten en hop, armen laten zakken, klaar. Nee, vind ik niet, want dat is juist de heftigste slag die je dan kan krijgen, omdat hij dan recht staat. Nou ja, eigenlijk staat hij een beetje schuin. Maar goed, dat is hij. De mensen, we gaan afsluiten, want we worden zeik en zeik nat. Ja, ja. Ja, ja. Sunrise dawning, why?
kermis hier in Recklinghausen. Ja, een hele mooie kermis. Ik vond hem goed opgesteld. Nog best groot eigenlijk, had ik niet verwacht. Er staat een hele goede mix aan zaken natuurlijk met robotics, de Excalibur. Wat hebben we, wat is er achter me? Niks. Nee, niks. Met de robotics, de Excalibur. De Fortress Tower, Shake and Roll, Hexantans. Noem Breakdance Bonner natuurlijk. En natuurlijk de Voodoo Jumper. Ja, een van de beste zaken gewoon ter wereld. Naar mijn mening. Klaar. Beste jumper, sowieso. Ja, ik heb er eigenlijk niet meer aan toe te voegen. Het was een hele goede kermis. Of heb jij er nog wat aan toe te voegen? Oh, ik ben nu ook presentator. Ik heb er aan toe te voegen dat het niet heel droog was. Dat was minder. Maar dat we voor de rest gewoon gigantisch genoten hebben. Dat zeker. Het was berengezellig. En we hebben nu nog ook even lekker gebakken bloemkool gegeten. Ja, was lekker hè? Dat was weer, ja, mag ik weer een mening geven? Dat is mensen, dat is lekker. Ik nodig de dames uit om een keertje bij mij met kerst te komen eten. Ik kan het zelf ook thuis maken. Ik zat er nog over te twijfelen, zou ik maar zo'n kraampje op de kermis gaan reizen. Maar nee, ik zag er toch geen brood in, dus dat wordt het net niet. Het is voor eigen beheer en voor de vrouwtjes, ja hoor. Ja, heerlijk. Wij hadden met kaassaus, warme kaassaus. Ja, echt verrukkelijk. Mensen, tot de volgende video.